Ja, super. De mensen hebben er absoluut zin in. De voorverkopen zijn weer gigantisch geweest. We hebben een dikke plus in de voorverkoop. Dus mensen hebben gewoon weer zin om vuurwerk af te steken na een paar slechte jaren. Ja. Wat waren die slechte jaren? Nou, slechte jaren. Vuurwerk willen de mensen altijd afsteken. Alleen we merken gewoon weer dat er een goede stijging op zit. Ja. Hoe komt dat, denkt u? Nou ja, economisch zijn de geluiden wat beter. Dus mensen willen dat ook weer laten zien en vinden het leuk om mooi vuurwerk af te steken. Ja. Wat zijn de trends? De grote koppelboxen. Afgelopen jaren hebben we al grote losse potten gehad en die worden nu in grote dozen gecombineerd aangeboden. Die kan je aan elkaar doorlonten. Dus je steekt één lont aan en dan gaan er 6 of 8 potten achter elkaar af. Dus gegarandeerd succes. De gemiddelde besteding in Nederland ligt bij ons nu rond de 120 euro. Maar er zijn ook heel veel klanten die gewoon voor 50 euro of minder kopen. En we hebben uitschieters tot in de 1000 euro. Mensen stonden al vroeg echt in de rij. Zijn dat de echte fanatiekelingen? Ja, de mensen die via internet van tevoren bestellen, die hebben goed uitgekozen wat ze willen. En die zijn hier ook als eerste om het op te halen. Je merkt in de maatschappij of in de samenleving wel steeds meer frictie, zeg maar. Hilversum heeft een vuurwerkvrije zone onder andere. Ja. Mensen willen dat alleen de gemeente bijvoorbeeld vuurwerkshows aanbiedt. Wat vindt u daarvan? Ja. Nou, er wordt een hoop over gesproken. Absoluut vuurwerk moet geen overlast geven, moet vooral leuk blijven. Alleen de discussie wordt naar mijn mening niet zuiver gevoerd. Al het vuurwerk wat nu al wordt afgestoken is geen legaal vuurwerk, want wij gaan nu pas legaal vuurwerk uitgeven. We zien het per pakketdienst ruimschoots het land binnenkomen. Dus als de overheid eerst zorgt dat ze al die extreme knallers, want dat zijn vaak de overlastveroorzakers, hè, als die worden tegengehouden, laten we dan een keer kijken of wij het grote probleem zijn. Maar ik denk dat het probleem nog steeds bij het illegale vuurwerk zit. En zolang de overheid niet bij machten is om de grenzen dicht te krijgen, dan moeten ze, ben ik van mening, ook niet bij ons aankloppen en ons, of de gemiddelde Nederlander, vuurwerk willen verbieden, omdat ze de grenzen gewoon simpelweg niet dicht krijgen. Er zullen misschien ook wel kopers van nieuwe vuurwerk bij zitten die al vuurwerk gaan afsteken en dus overlast veroorzaken. Ja, alleen heel veel overlast is de afgelopen weken veroorzaakt. Dus per definitie is dat illegaal, want er is geen legaal vuurwerk op dit moment in Nederland verkrijgbaar. Wat er nu wordt afgestoken, dat kan. Maar dat zijn niet die extreme knallers, zoals de cobra's die uit het buitenland komen, waar vervolgens ook je handen mee weg worden geblazen.